Een uitstapje naar Arnhem. Maar we zijn weer terug in Veenendaal met de start van Veenendaals Veenendaal. De start door de burgemeester. Startschot lukt niet. Doen we volgend jaar opnieuw. En dan zijn de mannen vertrokken voor hun rit. 200 kilometer lekker door. Een mooie kopgroep, een sterke kopgroep. Met Sjan de Bie, Europees kampioen tijdrijden Kampenaarts. Jansen, dat is een man van Lotto NL Jumbo. En Taco van Hoorn, een hele belangrijke man. 2 weken geleden nog heel erg goed in de Omloop van het Haagland. Jason van Dalen, een sterke jongen van Delta Cycling, zit ook mee met deze groep. Dan rijden we door Rhenen. Het plaatsje Rhenen, zeker bekend in deze koers en belangrijk. Met Paardenberg, waar ze overheen moeten. De mannen van Orca Scott, Vital Concept en ook de mannen van Cannondale Drapac. Maar Cannondale Drapac gokken niet helemaal alleen op Wouter Wippert. Deze man op het podium, Europees kampioenschap tijdrijden, Mullen, gaat weg. Komt bij de kopgroep met ongeveer 12,7 kilometer te gaan. En is sterk, rijdt hard. Dan gaan we richting Veenendaal met nog 7 kilometer te gaan. En dan is het moment om de frisse man, Mullen, te gaan demareren. Krijgt 2 man mee, hij is de frisste. Maar daarachter is het natuurlijk een hele sterke ploeg. Orca Scott, de hele dag al de leiding. En maar voor 1 man, Lucas Metzget. Dan wordt Mullen teruggepakt. En dan op rechts gaat er iemand anders van, Cannondale Drapac. En dat is een man uit deze omgeving. Hij woont hier al een tijdje in de omgeving van Veenendaal. En dat is de man die we wel kennen van het voorjaar. Dat is in dit geval Dylan van Baarle. En wie krijgt hij mee? Een hele sterke tijdrijder in het wiel. Jos van Emde. Van Baarle, van Emde, sterke mannen. Maar bij Orca Scott, daar hebben ze Mitch Dokker. En die rijdt 1,5 kilometer op kop. En haalt deze 2 hardrijders terug voor zijn kopmannen. Heel knap wat Mitch Dokker daar doet. Een hele belangrijke pion. De laatste bocht. Mitch Dokker zit nog op kop. Kluge snijdt perfect die bocht aan. En bij het uitkomen van de bocht gaat hier Kluge op de pedalen. Gaat daar staan. Gaat dan door. En dan moet Metzget het afmaken. En Metzget maakt het af. Wippert komt dan nog kort, maar wordt dan tweede. En Hofland wordt heel netjes derde. Ja, perfect. Dankjewel. Heel belangrijk deze man. En dan letten we op, hier is een sprint. Dus Metzget, Wippert en Hofland. En aan de rechterkant, een klein mannetje. Maar onthoud die naam, Arvid de Klein, de man van Babydump. Wordt heel knap 8e in dit geweld van sprinters. Hier het verschil, halve fietslengte, Wippert net niet. Metzget, die wint hier dus in 2017 Veenendaal-Veenendaal. Wouter Wippert, mooi op het podium, Hofland. Lars Boom, geen sprinter, wel ertussen gezet, is in goede conditie. Dan de Haas, Dupol. Van Leerbergen, nogmaals, Arvid de Klein en Van Goetem en de juichende Kluge natuurlijk als aantrekker van Metzget heel erg belangrijk vandaag. Luca, congratulations with this victory. How do you feel? Oh, I feel really good after the work my team done the whole day and then finish it off with a win. I feel really satisfied and happy. Metzget, mooie woorden voor zijn ploegmaat en hij wint dus hier in 2017 in Veenendaal. Tweede dus, Wippert en Hofland op de derde mooie plek. Mooi podium in Veenendaal-Veenendaal.